Zit. Zit. Dora. Nee, kom hier. Nee. Stop. Stop. Draai je gezicht aan de camera, Dora. Dora, kom hier. Kom aan. Dora. Kijk, nu heb je een mooie strik. Dora. Dan doe ik de intro alleen. Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe video. Ik ben Clarice en dit is Dora, die niet van onder de tafel wil komen. Ik hou heel veel van Dora en ik zou toch graag kleine Dorientjes hebben rondlopen hier. Maar om puppies te maken heeft ons Dora eerst een Doria nodig. En daarom ga ik met Dora naar Woof You Be Mine, een Valentijns-event voor honden. Als ze daar niemand gaat vinden, dan weet ik het ook niet meer hoor. Oh, oh, oh. Kom er toch nog bij. Ik moet mij nu ook nog gaan omkleden, want Dora die is al klaar. En een wingwoman, die moet het er ook goed uitzien. Oké, we zijn aangekomen en ik heb ons mama ook meegepakt. Want Dora is meer op haar gemak bij haar. En dat is heel belangrijk voor een date, dat je niet extra stress hebt. Hè? Toch Dora? Ze is er al klaar voor. Alles wat je hier koopt, de opbrengst daarvan gaat naar Sophie's Angels. En dat is een goed doel voor de opvang van mishandelde honden. En je kunt hier hondenbier en hondenwijn kopen, zonder alcohol natuurlijk. Dus ik zou zeggen, cheers! Ik heb een romantisch plekje gevonden voor Dora haar eerste date. Want ik heb een hondje gevonden en dat is vrij rustig. Dus ik denk dat dat heel goed bij Dora gaat passen, want die is heel energiek en dan compenseert dat een beetje. Kijk hoe romantisch, met al die glitter en oeh. Zou dat koekjes voor de honden zijn of voor de mensen? Het is goed. Ja, goed hydrateren voor een date is ook belangrijk, zeker? Oké, Dora, met Valentijnsmenu of gewoon een muffin? Ja, zeg, dan kies ik gewoon voor u, hè. Ik heb al een speciaal Valentijnsmenuutje en liefde gaat door de maag. Dus als Dora nu niet verliefd wordt, dan weet ik het ook niet meer. Dora die legt op mij. Ze eerst het eten en dan pas de liefde. Dora, mijn date is hier, hè. Allee, Dora, serieus, heb je het nu al afgetrapt? Dat is kei onbeleefd. Misschien kan ik Dora wel teruglokken met een wijntje. Dat is zonder alcohol, hè? Oké, we gaan ze uit één kom laten drinken. En het is van een goed jaar, dus kom aan, hè. Als je een beetje aandacht geeft aan hem. Ja, ja. Maar allee, Dora, nu heeft ze die gewoon geditcht om het fotomodel uit te hangen. Dat is echt geen goeie, hè? Kijk, drink maar. Het is voor u. Nee, 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 nee. Oh. Dora. Dit van u een date opeten. Hoe onbeleefd kunt je zijn? En wat vinden van ons, Dora? Misschien is het toch niet zo'n perfect match. Ik kom beter mee overeen dan Dora. Oké, punten voor sfeer en gezelligheid. 4 of zo. En Dora, dat ligt eigenlijk een beetje aan u, hè. Maar het eten, dat ging goed binnen, dus ik veronderstel dat dat een dikke vette 10 is. Alleen de wijn, dat smaakte niet zo. Dora, heb je geen stress voor de date? Misschien moeten we nog langs het toilet gaan. Nee? Ja, doe maar. Ga maar. We zullen haar wat privacy geven. Oké, ik denk dat ik een tweede date heb gevonden. En hopelijk klikt deze een beetje beter. Deze keer geen restaurantdate, maar ze gaan samen spelen in de speelhoek. Dan is Dora misschien niet zo afgeleid door eten. Oh. Oei, oei, dat komt er echt niet goed. Dora is het gewoon al afgetrapt en is weggelopen. Oh Dora, zo ga je wel eeuwig single blijven, hè. Oh, ze trapt het al van mij af. Dus date 2. Sfeer en gezelligheid. Een 2 of zo. Want Dora was een beetje bang van een andere hond. En speelactiviteiten een 5. Want ja, het ballenbad was wel leuk, maar ze zat er gewoon liever alleen in. Dora heeft een nieuw hondje gespot, maar ik vrees dat het niet wederzijds is, want hij loopt de hele tijd weg van haar. Oké, derde fail voor Dora. Ja, er valt niks mee aan te vangen blijkbaar. Oké, ik denk dat ik een match heb gevonden, maar nu moet ik ze nog samen laten dansen om te zien dat het echt wel iets is en iets kan worden. Life treats you kind. And I hope. Oké, we hebben de match gevonden. Hij heet Clement. Het is een hele chique, mannelijke naam. Het is ook een man. Het is ook goed. Dus punten voor sfeer en gezelligheid. Dikke 10. Punten voor de danskills. Nou, ik had toch wel beter. En dan voor de eventuele puppy die er zit aan te komen. Het zal misschien geen Dorientje worden, maar dan een Dorance. Ja. Dat is ook wel iets. Hier. Ben jij een supergrote Vloglab-fan? Druk dan zeker op deze knop, want dan ga je naar de VTM KIDS site en dan kan je alle video's opnieuw bekijken. En vergeet ook niet te abonneren door op die knop te drukken. Dag!